Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van Hardcore Survival. Ja, het is ondertussen al bijna 2 maanden geleden ongeveer sinds dat ik nog voor het laatst een video heb opgenomen. Ik had even een kleine pauze nodig, maar ja, nu ben ik weer even terug in mijn nieuwe video. Dus de vorige keer, in de vorige aflevering, zijn we hier geëindigd, worden net deze portaal gemaakt. En dan gaan we, ja, in deze aflevering voor het eerst ja, de Nether verkennen. Oh, we zitten hier in de biome met die rode bomen. Maar ik ben vooral blij dat ik niet in zo'n basalt ding ben gespawnd. Ding is glowstone. Ik hoop trouwens dat ik hier in de buurt ook een Nether Fortress kan vinden. Dat zou heel erg episch zijn. Oh ja, ik was even vergeten dat we een wallboarder hebben. Dus, ja, misschien al is de Nether Fortress nu nog even buiten de wereldborder. Maar is het daar een fortress of niet? Ja, ik denk dat we daar al een fortress hebben gevonden. Alleen moet ik nog zien daar te geraken. Daar hebben we nog iets gevonden. Dat is, hier kan ik heel erg makkelijk aan goud komen. Alleen, ik kan hier ook heel gemakkelijk doodgaan en ik moet niet vergeten dat het hardcore is. Dus als ik dood ben, kan ik niet meer respawnen. Weet je wat, ik ga hier pas in als ik diamond armor heb. Mijn iron armor wil ik er nog niet in gaan, want dan ga ik veel te snel dood. Ah, die moet ik even aan de kant duwen, ze zijn wel vervelend. Dus, ah, ja, de wereldborder is nog even te klein om daar nu te komen. Maar we hebben wel een best goede spawn in de Nether. Niet ver van de Nether Fortress. En ja, en ook, ik moet zeggen, ook niet ver van de andere ding. Ik ben even de naam vergeten. Dit ding hier, hoe heet dit ook alweer? Ik zie dat ik bijna level 30 ben, dus ik wil nog even heel veel quartz hacken. Zodat ik misschien kan enchanten. Oeh, daar heb ik wel heel veel quartz. Oh nee, ja, dus ze komen al meteen mobs op me af. Maar ik dacht dat ik misschien nog even snel goud kan halen. Dus ik het nog even kan afblokken, moet ik het wel voorzichtig doen. Ik wil namelijk geen risico's nemen aangezien het hardcore is. Zo. Oké, nu kan ik het goud meenemen. Het is echt heel veel goud dat we hier vinden. Om 9 blokken en er is nog meer. 16 blokken goud in totaal. Ah, dat is een succes. Ook zien of ik de portaal nog kan terugvinden. Ah, onze iron pickaxe is net kapot, net nu we bijna level 30 zijn. Ik heb nog een pickaxe. Alleen dat is Silk Touch. Alleen ik kan misschien nu wel toch al meenemen met Silk Touch, maar daardoor krijgen we wel geen levels meer. Hoe die dingen kan ik ook beter met een Silk Touch meenemen. Daar straks had ik met de glowstone gemined. Wel dom van mij dat ik die dan niet heb gehackt met mijn Silk Touch. Dat was wel niet zo slim van mij. Maar ja, waarschijnlijk was ik toen vergeten dat ik nog Silk Touch had. Even zoeken, nu bijvoorbeeld even terug in mijn portaal vinden. Oh, moet niet vergeten. Oh nee! No, 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 no. Oké, dit was het dan. Ja, de serie is aan een einde. Ja, jammer, jammer. Ik was vergeten te eten. En dan, ja, gebeurde dat. Het was een korte video, maar ik hoop dat jullie het toch hebben genoten. Ik had trouwens, ja, we kunnen even nog spectaten en onze wereld bekijken. Maar ja, ik had offscreen een beetje gewerkt aan het gebouw. Ik heb nog een beetje aangepast. En ik wou ja, in de volgende aflevering nog afwerken. Maar ja, het gebouw gaat jammer genoeg nooit klaar zijn, want we zijn dood. Ah, ik vond het wel een heel leuke serie om te doen. Ja, nu dacht ik het toch wel heel jammer dat we dood zijn gegaan in de Nether. Maar ja, soms heb je een beetje pech. En vandaag hebben we een beetje pech. Maar ik ben ja, misschien van plan om dan weer opnieuw te starten. Begin van de hardcore wereld is altijd wel leuk. Dus
Ja, maar hopelijk vond je deze video leuk. Laat het dan weten in de reacties. En dan ja, zie ik je weer in de volgende video. Dus doei doei.